Goedemorgen dames en heren. Het onweert, het zeikregent. En wat gaan wij natuurlijk doen? Lekker vissen. Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Dennis. Mijn naam is Dylan. En leuk dat jullie kijken naar D&D Fishing Adventures. Vandaag gaan we lekker ouderwets met de feeder en de wikkerpikkers op witvis. Kijken of we een mooie vissen eruit kunnen trekken voor jullie. Later! Later! Ja dames en heren, we zijn aangekomen op de plek van bestemming. Het is takken weer, maar we zien de vissen mooi springen. Daar een stukje verderop zit Dennis. En we gaan kijken of we er wat moois uit kunnen slepen. De vissen zijn goed actief, dus dat moet helemaal goed komen. Karpertje, lekker. Niet die lijn door. Maar dat pakker. Hebben. Lekker. Op de maiskool. En een mespier. Oké. Okay. We'll be right back.
D&D Fishing. Dennis kan ook echt nooit normaal doen, maar die eikel die verveelt zich gewoon omdat we helemaal geen kut vangen. Echt hè. We zien wel wat activiteit op het water, maar er gebeurt gewoon niks. De toppen gaan niet bewegen, helemaal niks. Dus we gaan nog even wachten, maar ik denk niet dat er wat gaat gebeuren voorlopig. A few moments later. Yes, hangen, baby. Oké, hoog houden dat net. We nemen net een filmpje op. We vangen helemaal geen kloot. Het is aan het regenen en ik zie ineens de top gaan. Nummer 2, mooi visje. Helemaal niks. Twee meerkoeten, lekker mijn voerplek aan het leeg vreten. Helemaal top dit. Kom, we gaan lekker wit vissen. Helemaal niks. Hey Dylan. We gingen toch wit vissen? Mm-hmm. Wat vangen we? Wat vang ik bedoel je? Wat vang jij? Farmer. Dat is geen witvis, lul. Ik heb tenminste iets gevonden. Heb ik het ook? Nope. Ik ben tenminste blij. Kom, we gaan lekker viederen op de witvis. Volgende keer aan de waterkoor. Ja, vangen we karper. Ander plekje volgende keer. Ja, dan gaan we echt op de witvis. Yup. Ik denk niet dat het er nog gaat worden, dames en heren. Het is geen stootje. Dylan heeft twee mooie karpertjes, maar ik vang helemaal niks. Dus we houden het voor gezien en gaan volgende keer maar een ander plekje zoeken voor witvis. We gaan langzaam de spullen opruimen. Kijk hoe gaaf, karretje. Ik ga erachteraan, mijn scootertje. Later jongens. We zijn inmiddels onderweg naar huis. De bedoeling was dat we zouden gaan witvissen en witvis vangen. Dat is daar helaas niet van gekomen. Ik heb twee mooie karpers gevangen. Geen witvis gezien. We hebben het inmiddels zo koud dat we maar hebben besloten om naar huis te gaan. Dennis rijdt achter mij op de brommer. En ik op de fiets met een karretje erachter alle meuk slepen. Dus even volhouden en we zijn thuis. Lukt het nog, Dylan? Zo, we zijn inmiddels weer lekker warm binnen. Het witvissen werd helaas karpervissen. Dus we moeten even een nieuw plekje zoeken om voor jullie weer te gaan witvissen. Karpervissen voor mij, hè? Voor jou, ja. Ik heb niks. Helemaal niks. Maar het was wel een leuke dag, geslaagde dag. Ik hoop dat jullie deze video leuk gaan vinden, want we hebben er erg veel moeite in gestoken om toch wat leuke shots te maken. Dus vinden jullie me leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En zien we jullie bij de volgende video van D&D Fishing Adventures. Dank jullie wel voor het kijken. Later. Later.